Mag een keihard applaus voor Be Nice! Dank jullie wel. Hip-hop is net zwarte aarde. Hier kweken we grote, uitgesproken zaden. Deze muziekgenre verwelkomt andere zaden, ook pitten. Want hier blijft het vuur branden. We spitten op een beat, zetten het puntje op de i. Hier kunnen we opscheppen of opeens meer lef hebben. Want je moet iets hebben, anders word je niet als echt gezien. Hip-hop is non-stop actief, niet direct agressief. Het is een creatieve expressie van een levenssituatie. Woordvoerders gebruiken rhythm en poetry. De schrijvers van de straat, hey, ze spuiten graffiti. De MC kilt elke party. De DJ bepaalt de waves. Zie de dansers dansen op de break. Want hiphop is breed. Van een wijde broek met een laag kruis tot aan tight jeans. Hey, dezelfde vuist blijf je in deze scene zien. Want hiphop is een cultuur die uit rauwe waarheid bestaat. Net onkruid niet vergaat. Nee, het bloeit, het verspreidt, het geeft een heldere blik. Op de realiteit. Je vindt hidden scars terug in bars. Boys braggen over bitches en cars. Straattaal hoort er blijkbaar bij. Maar wie uniek is, zal altijd winnen. Want hiphop komt van binnenuit. En kom jij uit 010? Dan ben je sowieso die dame of de man. En daarom gaan we het hebben over de staat van hiphop in Rotterdam. Yes, 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 yes. Dankjewel, guys. Thank you, thank you.